En in deze editie van onze Moederdagserie is Shailis Ramdin, secretaris van de resortraad Münder, het ermee eens dat moeders een belangrijke rol spelen in het leven van hun kinderen. Het is een rol die we allemaal moeten koesteren. Als onze moeders er niet meer zijn, kunnen wij ze die waardering niet meer geven. Dus degene die bijvoorbeeld geen moeder meer hebben, het gemis is echt groot, dat weten we. Dus zolang je een moeder nog hebt, moet je haar echt kunnen koesteren. Ze heeft je dus echt groot gebracht, natuurlijk samen met je vader natuurlijk. Maar nu, dus als je dus zelfstandig bent, is het ook jouw beurt natuurlijk om iets terug te doen. En ook haar in de bloemetjes zeggen, het is een speciale dag, moederdag. Maar feitelijk is elke dag moederdag, dus waar je eigenlijk de gelegenheid krijgt, moet je moeder blijven koesteren. Want je weet niet tot wanneer eigenlijk ze in je midden is. En het moeten gewoon leuke momenten zijn die je moet kunnen overhouden. Het lijkt echt alsof de marketing is gemaakt voor die dag zelf. Maar zoals ik al zeg, voor mij is elke dag moederdag. En dat doe ik ook. Ik bedoel, los van mijn moeder. Ook mijn oma of anderen in de familie. Zodra ik de gelegenheid krijg om iets te doen. Als dus iets kleins, verrassen met een pakketje of met een presentje of zo. Dan doe ik dat. En dat zijn de leuke momenten die zowel de persoon in kwestie, als je ook overhoudt en dat moet je koesteren. De resortraad van Münder heeft in het kader van Moederdag middels een donatie van Jaisoor Car Wash een drive-through Moederdagtractatie georganiseerd. De activiteit moest worden aangepast na de verscherping van de COVID-maatregelen. En dan wilden we eigenlijk een groep van 20 moeders hebben die we gewoon op de school waren vergaderen. Bij elkaar zouden ontvangen, we zouden ter plekke koken en een leuke dag met hun maken, een paar uurtjes. Nu zijn de maatregelen wat verscherpt geworden en feitelijk zouden we hem dus aflassen, maar het geheel eigenlijk, onze hoofdsponsor, meneer Jayan van Jaisoor Car Wash, die ook het vorige event zou sponsoren, zoals ik het had genoemd, heeft dus toen gezegd van, aangezien we toch al de voorbereiding hebben getroffen en de dag er toch nabij is en zelf hoe het belang van deze dag benadrukt wordt, laten we het toch doen. Binnen de regels en dat is dan middels een drive-through systeem. En het leuke ervan is, je kan dan die groep zelf uitbouwen. Dus we hebben nu zelfs 50 moeders kunnen identificeren die we expliciet hebben uitgenodigd. Dat ze met een vervoer komen. Er gaat een tentensysteem zijn, 3 verschillende tenten. Een andere met drank en hapjes en een derde met een presentje. Men rijdt gewoon door, men neemt hun spullen in ontvangst en men gaat dan richting huiswaarts weer. En op het terrein zelf zijn we dan met een klein groep van 5 personen binnen het protocol, met alle COVID-maatregelen natuurlijk in acht nemende. Shailis Ramdin was dat, hij is secretaris van de resortraad Münder. Een groep geselecteerde moeders zal morgen op de Swami Wirjanan School hun tractatie ontvangen.